Ik ben zelf jazzmuzikant, ik ben drummer. En we zijn hier 6 jaar geleden komen wonen. Veel mensen zijn niet vertrouwd met jazzmuziek. Dus die waren jazzmuziek op de radio, op de televisie. En toen vroegen ze van, nou, wat is dat dan? En toen dacht ik, weet je wat, ik organiseer gewoon een keer een concert in de kerk. Voor iedereen, weet je wat, is het toegankelijk. In 1999 was de kerkgang hier zo laag geworden dat het niet meer mogelijk was een geloofsgemeenschap in stand te houden. En toen zijn we bestuurlijk gefuseerd met de kerk in Abbekerk. Ja. En toen hebben we dit gebouw afgestoten. Ja. Nou, je ziet nu in ieder geval dat de kerk goed gevuld is. Dat is toch wel weer mooi natuurlijk. Klaas herkende een pinguïn op 2 meter afstand. Hoe wist niemand? Ik ben gewoon helemaal niet kerkelijk, maar zo'n kerk is wel zo gebouwd dat als iedereen gaat staan, dat dat meteen imposant is. Dat is toch iets anders dan, ik zeg maar iets lulligs, de Ziggo-dome, weet je wel. Het heeft wel iets spiritueels, ja. Als je op het podium staat en die hele zaal komt overeind. Misschien een manier om de mensen toch weer de kerk in te krijgen. Met kerst en zo, dan merk je dat wel. Er willen echt heel veel mensen willen daar gewoon ook dat snel uitverkocht. Dat je er gewoon dan in die periode toch in de kerk zit en dan met z'n allen iets doen, weet je wel. Geloof in 2.0. Ja, ik weet niet. Het heeft niks met geloof te maken wat ik doe, weet je wel.